Wat? Oh my god! Oh my god! Dat is dat punt. Ik kan niet verdragen zoiets! Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Shamila en ik ben onderweg naar mijn oma. En gewoon even goeiendag zeggen, even iets eten, want ik heb honger. Allee, niet dat ik thuis geen eten heb, maar het is altijd fijner om op randen te eten. Allee, nee, dat bedoel ik ook niet. Ik bedoel... Oma's keuken is de beste, toch? En daarna ga ik naar Jens. En dan gaan we onze nieuwe auto ontvangen vandaag. Wat ook leuk is natuurlijk, maar toch vond ik deze echt een hele leuke auto. Zo, ik kom net van mijn omaatje. Het was lekker gezellig. En ik moet eigenlijk gaan tanken. En wat ik altijd doe, is... Ik laat echt mijn navbak helemaal tot beneden gaan, over reserve. Totdat ik echt praktisch op de nul zit. En dan ga ik pas tanken. En je hebt mensen die dat doen en je hebt mensen die dat echt al gaan tanken nadat er een kwartje uit is ofzo. Dus dat scheelt van persoon tot persoon denk ik, maar ja, bij mij is dat zo. Ik weet ook niet waarom, maar ik vind het altijd ook wel spannend ergens. Zo van, gewoon ik in pijn vallen of gewoon ik niet in pijn vallen. En als je in pijn valt is dat niet leuk. Ik heb dat ooit gehad op de autostrade en mijn batterij was volledig plat. Ik heb lang gewandeld, dat is het enigste wat ik erover te zeggen heb. Ik heb lang gewandeld. Maar ja, je moet altijd zien dat je op tijd gaat tanken natuurlijk. Hè. Maar ik ben altijd wel juist nipt op tijd, dus... Laat een mooi t-shirt eens zien. Stem Gent naar 66,7 is... Van wat is dat eigenlijk? Mijn pop-up restaurant. Ah ja. 2 jaar geleden. We gaan nu ons klaarmaken en dan gaan we naar de car wash. En dan krijgen we een nieuwe auto. Oeh. Spannend. Nog niet zeggen welke dat is, hè. Het is een witte. Ja, het is een witte auto, maar je zult straks wel zien de welke. Dus zeker blijven kijken en niet doorspolen. Zo, op de achtergrond hier wordt onze auto mooi gemaakt. En wij zitten hier gewoon rustig cola te drinken, even te wachten. Ja. En dan is het tijd om de nieuwe wagen te gaan hallo zeggen en dan deze vaarwel. Voor de mensen die Flappy Bird nog kennen, mijn record is 290. Allee, op deze. Met de vorige echte Flappy Bird, dat was, want die is nu verwijderd wegens dat die persoon zelfmoordig bleef volgens mij. In ieder geval, daar had ik echt veel meer op 400 of zo. Maar nu heeft de Jens dat nog niet echt veel gedaan en is er niet zo goed. Dus we gaan nu samen kijken hoe dat Jenske dat doet. Oké, zie je dit manneke? Ja. Zie je dit? Oké, tap, 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 tap. Oeh, oeh, oeh. 2. Oeh, hey, dat is al beter dan het juist. Oeh. Dat bleef 3. Hé, hey, dat is al mijn record. Hè. Ik had er juist maar 2. Allee dan. Kom, kom, kom. Nu gaat het. Nu komt het. Ik voel het. Concentreer je, niet praten ondertussen. Alsjeblieft. Ik praat, zie, als ik praat is dat beter. 1. Oké. Okay. Tap. Oeh, oeh. Oh, man. 0. It's a no. Allee, jong. Nog eens. Niet te druk tappen, je moet gewoon goed in het midden blijven. Alsjeblieft. Zal ik het even doen, kom hier. Hmm. Let's go. Alsjeblieft. Nou, wat beter dan zo, hè? Nog maar 10, hè? Beter, alsjeblieft. Ik kan er aan. Die camera is ontvallen. Die camera is aan het vallen, Jens. Ik zie het. Ja, doe het. Allee. Goed, ik ben eraan. Maar de camera was uit mijn handen aan het glijden, dus ja. Dat gebruiken ze dan als excuus. Ja, alsjeblieft. Moet jij mijn record zien, hè, Ira. Zie je dat? Wacht, hè. Ira, 290 van onder hier. Wat, 290? Het staat 27. Hallo, eronder in het klein. 290, best. We proberen deze ding eraf te halen. Dat is zo plakband. Plakband shit. Maar dat lukt niet. En ik word echt agressief. Maar ik wil ook lachen. Dus ik heb geen kracht niet meer omdat ik lach. Yes, alsjeblieft. Dat moet eraan. Dat gaat niet. Het moet. Anders laten we dat Timmy doen strak. Nee. Maar nee. Alsjeblieft. Die rijdt zo mee. Joh. Trek dat er eens af. Maar kom aan, dat moet er toch af kunnen. Hoe stevig kan dat zijn? Hier, steek dat van onder ertussen en doe dat zo. Dat klein sleutelje zo. Ja, los wel met een huissleutel. Ik weet niet, ik zal graag nog thuis binnen geroken. Je bent toch nooit thuis. En dan? Moet je toch niet binnen geraken? Ja, wel. Waarom? Maar als ik wel eens binnen moet geraken, hè. Edit. Wacht even. Krap dan naar beneden. Jens, zoek het dan zelf! Ah.
Kittisser, hè? Bralding? Ah, wat is dat? Ah, dat denk ik even. Ja, allee, kom maar. Rij je deur, hè? Allee. Ja, wat zoekt er? Met als centrale gast. Geen prijs, wat verdomme. Ik ben in de auto met Jenske en met Timmy, klopt hè? Ja, van, hallo, van Boycoat. Misschien dat heel veel jonge meisjes wel weten wie dat is. En wij zijn, allez, of oudere vrouwen kan ook, dat weet ik niet. Die daar op geilen. Ja, die dat zo met een vier praten zo. Nee, oké. Okay. Nee, wij zijn nu over een paar minuten bij Dilly's. Er gingen 400 mensen komen en veel lekkere cocktails. Maar ik mag niet drinken, dus dat geef ik over aan deze twee. En mijn haar hangt voor mijn gezicht. Dus een beetje zien we de nieuwe auto eindelijk. We zijn nu aangekomen bij Dilly's. En uiteraard zitten we aan de tafel met de nootjes. En er is ook een barbecue. Jens? Ja. Dat is een barbecue, man. Ik heb er zin in. En ik heb ook de winnaars van de deelactie die dat mee mochten met ons, dat is Stephanie en Vanessa. Yay! Yay! En die waren er al voor ons, want ik ben altijd te laat. Daar worden onze lekkere hamburgers bereid. En het is een hele lange rij waar we moeten aanschuiven. Maar we zullen er wel geraken, we zullen er wel geraken. En dan gaan we lekkere burgers eten. Wij staan allemaal in de wc gewoon. De Jens is nu aan het schijten. En wij wachten allemaal. Ja. Totdat wij er ook in kunnen. Dat is zo 500 wc-rollen daar. En dat is een blijkbaar een kei coole wc-bril. Dat is zo voor dat proper te maken, begint hij zo rond te draaien. Oké, check deze coole wc-bril. Mensen, kijk. Zie. Dit is de buiten allemaal zo te lachen. Hoe cool is dat? Yeah. En nu trekt dat zijn eigen terug in. Oké, mensen, ik ga testen of dat nog blijft draaien als ik nog een dikke nul op zie. Maar dat gaat gewoon terug in. Dat blokkeert. Ja, zet erop. Wacht, nu gaat het draaien. Ik ga eerst wachten tot het draait. Hallo. Dat stopt gewoon. Deze drankje was echt lekker. Dat is zo... Nee, dat vlogt niet. Nee. Jawel, dat is echt zo met aardbeiensmaak en gin. Dat is echt heel lekker. Ik ga ze hier nog eentje halen. Ja, dus de mindere woorden strekken ze je pot aan daar. Nee. En dan moet je die twee zetlappen gewoon vervoeren naar huis. Het is een lekkere burger, Jens. Ja. Amai, dat is uw derde of uw vierde al, serieus? Derde. Amai. Maar Jamila was die gaan halen en ze moest die niet meer hebben. Dus dan eten jij dat maar op. Drie burgers al, Jens. Zijn je trots? Nee, doe dat pot in mijn tand. Zijn je trots? Heel trots. En wij staan hier zonder eten, hè? Ja. Merci, Jens. Ja, dank u, Jens. Fucker. We hebben niks niet meer. Al onze kaartjes zijn vol. We hebben alleen nog maar recht op welk? Gin tonic, 5 maal. Gin tonic, 5 maal. En ik drink niet, dus die mannen gewoon echt potten drezen, alsjeblieft. Maar ja. Denk dan een kaart, eender te welke, in je hoofd. Ja. Ja, hallo, we moeten nog wat hebben. Heb jij dat gehoord? Ja. Oké. Ja, nog één keer, klaar? Wacht. Ik denk dat je in je hoofd niks zegt. Ja? Weet dat niet. Heb je in je hoofd? Nee. Ik wel. Okay. Geen joker, hè? Geen joker, ja? Zeg het heel zacht in mijn oor. Heel zacht. Heel zacht. Ja, oké, okay, ja. Was dat een rode kaart? Ja. Een hart. Ja. Eén portefeuille. Eén envelop. Eén kaart. Van al de rest je tegen iedereen luier op. Wat was uw kaart? Een harte 2. Ja. Dan heb je ik kan echt zot worden. Welkom in my world. Harte 2. What the fuck? What the fuck? Oké, okay, mensen, dat was fucking grijlig. Zeg een kaart. Zacht. Nee, een koningin of zo. Koningin, zwart. Allee, schoppen. Schoppenkoningin. Schoppenkoning. Nee, wacht, gewoon zonder koningin. Schoppentien. Ah, oké. Okay. Is dat rood? Dat weet ik niet. Welke kleur is dat? Oké. Okay. Met een nieuwe kaart. Ja? Ja? Deze keer is er zwart. Ja? Een schoppen. Ja? Eén portefeuille. Ik was toch niet aan het filmen, meneer. Boeien, echt, ik heb dat op camera. Ja. 1, 2, 3. Film maar. Schoppen 10. Ja, wacht, het zal u een lichtje geven. 1, 2, 3. Amai, dat zal ik horen. Ja. Ben ik zeker? Schop het hier. What the fuck? Maar what the fuck is deze? Ga je mijn pijn doen? Nee.
Het gaat alleen maar zalig aanvoelen. Klaar? Let op. Ja. Deze keer. Yes! Wat kiezen? Een konijntje of een vogel? Oh, konijntje. Nee, dan laat zij dat kiezen. Allee, een konijntje of een vogel? Een konijn. Natuurlijk heb ik hem ook dat een vogel. Ik heb zelf twee. Wacht. Best al op film, hè. Wacht. Het vogelje heeft konijntje hier. Waar is het vogel? Hier, waar is het vogel? Hier is het vogelje, daar is het konijntje. Waar is het vogeltje? Heel simpel. Waar is het? Waar is hier is het konijntje, waar is het vogeltje? Hier is het konijntje, daar is het vogeltje. Het is simpel. Als het onder is een vogeltje, als het onder is een konijntje. Wat je nog niet weet is... Dat is een manneke. Dat is een manneke. Wacht. Dat is vrouw. Dat is ja, jongen. Wacht. Vrouw kun je nu. Manneke ziet achter zijn oren. Doe Jan toe. Wat je nu gaat voelen of nooit gevoeld. Ken ik ook. Vrouw, manneke. Let's go. Wacht, dat is vrouwke, hè? Vrouw, manneke. Ja, ja. Manneke ziet achter zijn oren. Ja. Rik. Wat? Kijk. 1, 2, 3. Oh nee, ik had deze keer. Heel traag. Maar dat komt altijd roken. Kijk. Doe je hand open. Doe het open. Nu ziet hier dat manneke. Wacht. Nu ziet hier dat vrouwke. Wacht. Je gelooft me niet. Weet je wat? Vrouwke gaat hier, duwt dat andere manneke in uw hand. Doe je hand toe, dat ik er niet aan. Dat is manneke, hè? Ja, manneke. Soms kun Godverdomme. Oh my god. Dat kan ik niet verdragen, zoiets. Wacht. Dat gaat anders doen. Kijk goed. Ik kan het anders doen. Kijk nu goed. Wat gaan we doen? Alles kan in de magie. Maar we gaan eens proberen. Pak nu dat manneke en dat vrouwke zo in je hand. Duw het in je hand, zo. En duw hand toe. Pak nu dat manneke eraan. Dat manneke komt eraan. In de lucht. Vrouwke. Kijk. Pak er eentje uit, allemaal verschillende. Pak er één uit. Vanaf dat je die kaart eruit neemt, wordt die even ambitieus als jezelf. Amai, dat zal de moeite zijn. Ook het weer, dus. Oké. Okay. En kun je op die kaart, mag ze zien, ik heb natuurlijk al 1000 keer gedaan. Kijk. Oh! Ambitieus. Kijk. What the fuck? Wacht, mijn camera zit daar niet goed. Wacht. Niet mijn tanden filmen, hè? Nee, mensen, er staat daar gewoon een fucking camera. Oké, maar we gaan het anders doen. We gaan nu nog een kans geven. Waar kopte die een bril? Ah. Ergens bij Harry Potter in zwart. Ah, ja. Nee, pak er eentje een nieuwe kaart. Oké. Super, heb je er een? Ja. Okay. Kun je hierop een cirkeltje schrijven? Kijk goed. Hier een cirkeltje. Hier tekent hier een cirkeltje nog. Ja. Op dat kopje. Hier een cirkeltje. Kun je dat inkleuren? Ja, natuurlijk. Wat een stof. Zo ambitieus zijn dat nog wel, hè? Ja, nu kijk, soms kunnen zeggen ook, doe het maar terug toe, hij is aan het uitdrogen. Ja? Als je dit doet, kijk, dan zou je kunnen zeggen, er zit een gatje in. Als je die rechtstreeks op die vest en die illusie brengt, denk je dat er een gaatje is, dat je op die vest, maar het is geen gaatje als je die illusie brengt. Maar ik ga je vragen, voelt eraan of het een gaatje is? Voel de gaatje? Ja, nee. Nee? Mag ik nog eens voelen? Ja. Voel het goed aan? Ja. Wat gaan we doen? Okay. Als je die omdraait, soms kunnen dat zo zacht als boter maken. Ja? What the fuck? Kijk, trek het eruit. Kijk, dan is dat ook terug. Op, en dan gaat dat ook terug. En dat ziet gaan. God. Super. Ah, tof, hè? Kijk, schrijf je naam erop, zo groot mogelijk. Hier je naam. Oh, joh. Dat gaat daar door. We hebben een box, maar geen probleem. De team is, hè. En hier je bankcode. Ah. Nee, ik zal dat. Oké. Nee, is het gebeurd? Oké, ja. Super. 1, 2, 3, 4. Ja. Goed. Nu komt die illusie. Watch. De kaart is hier. Hè. Onmogelijk dat er een dubbele kaart in dat spel kan zitten. Dat is vries aan het worden. Maar kijk, goed, doe je handen samen als een tafel. Zo. Amai. En zeg maar ergens gewoon stop. Gewoon ergens stop waar je wenst. Stop! Hier, nog één verder of niet? Doe nog maar een eentje. Zo? Ja. Zijn je zeker dat je daar stopt? Of nog één verder? Nog één verder of niet? Ben ik u aan het manipuleren? Ben ik u nee. Niet? Nee. Ja, jij zou het manipuleren, ja! Geef maar een kaartje. Nog één meer? Stop. Nee, ik stop. Okay, geen probleem, daar is uw kaart. Geen probleem. Okay. Ja, allee, we gaan nog één keer doen. Klaar? Goed kijken. Kijk. Ik wil deze nog uren doen. Nee. Ik wil u zelfs voor betalen, oké? Okay? Amai, mijn jat. Nee, wat gaan we doen? Zeg mij stop waar je wilt. Stop. Nu kun je kiezen. Pak de die of de die. De die? Jamila, ik heb je raad nodig. De die, nee. De die, ja. Of de die. Alles kan.
pak ze alle drie, kom eens. Welke is dat? Oei. Ja? Ja, draai het om, draai het om. Daar is... Nee. De kaart, hè. Allee, kom. Allee. Daar is de kaart. Oké, we gaan nog één keer doen. Klaar? Ik ma. We gaan die schurp. Tik een kaart aan, eender te welke, maar niet die van u. Tik er één aan. Nee, niet die. Dat is die. Jij kaart, weet dat ik dat beeld kan vertragen. Oké. We gaan het anders doen. Soms weet ik ook niet wat het komt, maar we gaan het anders doen. Zie goed. Die is super ambitieus. Dus nu die hand open. Zo, zo'n tafel. Kijk, we leggen ze erop. Daar is de kaart. En nu mag ik iets anders aantikken. Ja, maar nee, dat is de kaart, juist? Ja. Geloof me, dat is zijn kaart. Zinnig. Kijk. Meestal ga je naartoe, is dat niet die kaart, hè, man? Doe je hand open. Kijk, leg die kaart op je hand en je legt er alles op. Kijk, rechtstreeks naar brrr, de top. Oké, okay. We gaan nog één keer. Allee, waaronder is ze niet meer, hè? Deze mag nu eens. Nee, Mojito begint te werken, denk ik. Nee, kijk goed. Je kunt die kaart doen verdwijnen van hier. Kijk goed. 1, 2, 3. Weg. Ja? Allee. Dat is sleight of hands. Ik kan dat vertragen, dat beeldje, weet dat. Ik kom alles te weten. Hè? Geen probleem. En die konijntjes, sorry, die konijn. Waarom moet die dat doosje vasthouden? Wat gaat er gebeuren? Ik heb een sleutelje mee. Ja? Oh, sleutel. En kijk, nu zit die kaart erin. Kun jij het dan een keer vastnemen? Liever zo? Niet, maar ja, is goed. Ik heb er ook iets meegebracht, dat noemen ze het heilig water. Goed opletten. Oh ja. Nu, ik kan je vragen, wat staat er op dat sleutelje geschreven? Hawaii. Dan ben ik getrouwd. En op de andere kant is het de naam van mijn vrouw. Shannonneken. Shannonneken, dat kan ook, ja. Wat gaan we doen? Kijk, goed. 1, 2, 3. Het heilig water gaat van hier naar daar. Maar kijk, pak één van die... Ik ben hier getrouwd, daar. Kijk, één van die sleutels past erop. Kun je dat openmaken? Nee. Ga ik hier dat toch proberen, hè. Ik hou hier niet van. Geef een touch naar mij. Oké, alsjeblieft. Het is dan nu niet om open te doen, maar kijk, er zitten twee souvenirs in vanuit Hawaii. Het is dan nu om te beslissen de welke. Doe het open. Doe dat open, jongen, zie! Oh. Kijk, wat kies je? Wacht, pas op. Je hebt het heilig water en het kompas. Pak dat kompas op dat heilig water. Om echt te zeggen, wat kies je? Dat heilig water. Giet dat heilig water erover. Pas op. Giet maar. Dat is heilig, dat zie je niet. Ja? Oké, wacht. Pak het doosje, kompas. Dat is vermoeiend. En druk op het knopje. Welkom in my world. Eén kaart. Eén hand geschreven. Koe. Oh my god! Dankjewel. Ik wil naar huis. De eerste kaart, die van u. Ja. Die joker hebben we niet meer nodig. De volgende kaart dat ik ga nemen is... Ja, dat maakt niet uit. De kaart is toch geel. Kijk, we gaan het anders doen. Zeg mij stop waar je wilt. Kijk, of nee, weet je wat? Wat heb ik aan gezicht? Waar is hij ook? Dankjewel. Daar zit sowieso iets tussen. Geef mij die stukjes af. Oei, dat zijn zeetnaam. Geef ze een applaus, hij heeft hem goed gedaan. Soms komen die aan één. Watch. 1, 2, 3. They call me JJ. Fantastisch. Kijk maar in uw handen. Dat is het. In één kaart. Die mensen tegen mij gezegd dat die konijntjes dat er juist uit mijn hand kwamen, dat die ergens nog bij mij terecht gaan komen als ik thuis ben of zo. Ik ben nu heel mijn lichaam aan het afzoeken om te zien waar die zitten, maar ik ben echt gewoon bang. Ik ga zot worden, hè? Ik ga mij vanavond uitkleden en ineens die konijntjes springen ergens uit, dat maar vroeg of zo. Oké, we staan nu dus binnen greenscreen en wat hebben we juist gedaan? We hebben foto's gemaakt. We staan. Dus kijk, wij zijn eigenlijk op die stoeltjes hier gaan zitten, maar het resultaat daarvan is dit machine. Dat creëert dus het. Kijk, je ziet mijn eigen daar zo. Dat creëert dus dat wij dus zogezegd in de wagen zitten. Dus dat is echt wel cool gedaan en deze is er ook een. When stereo was introduced, you could sense more realism. Het is echt wel luid. Amai. Maar goed. 1200 watt in 15 boxen. 5.1 Dolby Digitaal. Oh, blip. Use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it.
follow it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, pick it, force it, crack it, switch and feed it, name it. Stap even uit en we gaan de vier deuren openzetten. Oké. Okay. Ja. Maar dat is echt wel een goede kwaliteit. Ja. Maar dat gaat erop. Hoor hoe goed. Maar dat is goed geïsoleerd. Kijk hoe geïsoleerd dat je laat. Goed terug toe. Mooi. Ja, dat is echt. Hoe kan dat zo geïsoleerd zijn? Serieus? Dat is echt niet normaal. Maar als je die ramen dan gewoon open doet, is dat geluid dan terug? Wow, dat is zot, maat, hoe dat geluid wegvalt. Grijp mijn bek, maat. Dat is toch niet normaal? Alsjeblieft, denk die deur er even. Ik meen dat mensen, deze is echt de vetste auto dat ik ooit heb gezien. Dat is een A7 deze. Dat is echt gewoon te graaf. Ook die buitenkant is zo mooi en dat geluid is echt mef gewoon. Echt. Het grappige is, die horen dat buiten niet. Hè? Ah! Hoort je dat? Die hoort dan maar een klein beetje, als ik zo roep, hè? Nee, dat is van iedereen. Zie maar niet aan mij. Goed? Oké, okay, wacht, hè. Maar waar is dat? Tot zo mee. Ja, wat denkt je? Ja. Oké, zet er tussen. Ik heb het niet gezien. Je hebt een kaart gekozen, maar alles kan. Kijk nou, wanneer ik die kaarten neem en ik ga hem weer proberen, ongeveer 50-50. Zo. Ik maak een hoopje hier, een hoopje daar, een hoopje daar. Een hoopje daar, een hoopje daar, een hoopje daar. Wil je één hoopje aan tikken? Wil je elimineren of ga je dat houden? Dat ga ik houden. Moeilijk, hè? Ja. Oké, we gaan nog één keer proberen. Kijk goed, kijk goed. Zeg goed, zeg goed. Al die verschillende zie je ook. Dan krijg je die kaart ongeveer in minder in terug. Van hier, van ver. Ik ga je vragen, zeg maar ergens stop waar je bent. Klaar? Zeg maar stop. Okay. Stop. Wil je nog verder of niet? Stop. Nee. Of wil je nog wat verder? Nee. We gaan nog één keer proberen. Kijk goed. Kun je vragen, tikt één kaart aan in te welke? Die? Ja. Nee, kijk. Alles kan. Kijk. Dat was dezelfde. Ja. Ja. Nou, kijk. Sommige mensen zeggen van, kijk, hoe kan dat zo snel dat je één kaart vindt? Ja. In dat spel en één kaart aantrekt. Hoe kunnen de illusie brengen dat het zo snel gaat? Zet er ergens je vinger in, tussen al die verschillende, ergens je vinger, klaar? En pak die kaart. Allee, jong. Allemaal verschillend. Maar kijk, weer al die kaart. Ja, maar altijd die kaart. Kijk, altijd die kaart. Maar kijk, hoe doet het dan nu eigenlijk? Kijk, dan komt die naar boven. Maar als je al die kaarten ziet en je ziet die verschillende kaarten, kijk goed, wacht. Hoe kun je een illusie maken? Hoe kun je winnen? Ik noem het magic. Allemaal. Uw kaart. Wat dan? Allemaal. Kijk. Ik zeg allemaal. Buiten één kaart. Kijk, die onderste is die kaart niet. Om daar terug een gewoon spel van te maken. Wat dan? Dank je. Dat is echt goed. Stevie Star heeft dat ooit gedaan. Dat nooit niet. Stevie Star heeft ooit 1 euro kunnen instikken tot in de stad, tot in de markt. 2 euro is dodelijk. Dat nooit niet thuis. Het is een illusie en heel gevaarlijk. Kijk goed. Je hebt het gehoord, nooit niet thuis doen, hè? Okay. Ja, ja. Nee, 2 euro. What the fuck? Doe dan. Laat hem terug op. Hè? Langs 2 kanten. Ja? Kun je daar van iets dichterbij doen voor de camera? Nee. Geen keer, hè? Kijk goed. Ik bijt daar gewoon een stuk af. What the fuck?
dan blazen we er terug op. Maar wat? Oh my god. Het schoon is, dat stuk neemt je pakt een klein beetje zout. Ik noem dat magic sauce. Kijk goed. Van hier, kijk goed. Klein beetje zout. Kijk nu. One, two. Als je dat stuk neemt, je laat de tracks verdwijnen. Dat verdwijnt helemaal. Maar waar is dat stuk? Goed, kijk. Dat stuk zit hier en wanneer dat je wenst. What the fuck? Dat is een groot stuk. En doe je hand open, zo. Want dat klein stuk ligt al lang op zijn schouder. Op zijn schouder. What the fuck? Okay. Oh my god, dat ligt er echt op. Oké. Okay. And that's my magic, alsjeblieft. Dus kijk, er staat no smoking. Geen sigaretten, ja. Voelt er? Ja. Komt er nog. What the fuck? Allee. Je kunt er ook terug op. Maar, what the fuck? Oké, okay. Doe je hand open, zo. Traag, kijk op. Doe je hand gewoon toe. Doe. En doe heel traag zo, kijk. Heel traag zo. Heel traag zo. Kijk, dat is aan u. Zo. Dan verdwijnt hij helemaal. Maar eigenlijk heb ik twee blikjes. Kijk. Gaat u uit. Kijk. Gaat u uit. Kijk goed. Eén met een logo en één zonder een logo. Ik ga nog één keer. Goed, kijk. Zie dat logo. Kijk. Eén met een logo en één zonder een logo. Maar die logo's die bespringen. Wanneer dat gewenst, verspringen die logo's. Maar wanneer dat gewenst, zijn de twee logo's langs de twee kanten. Wanneer dat gewenst zijn die logo's weer verdwenen. Maar. En ik weet niet hoe, alsjeblieft. Dankjewel. Maar, kijk, pak die Amerikaan in je handen, pak die in je handen, toe dat ik er niet aan kan. Kijk, soms kunnen die Amerikaan doen verdwijnen. En twee briketjes in je handen. Kijk, doe het open. What the fuck? En dit is magic. Controleert die een ring, mevrouw, helemaal? Controleert hem, of dat een diamant op staat of niet? Heel belangrijk. Zat er een diamant op of niet? Ja, dan kun jij perfect vinden, yeah. Klaar? Kijk goed, ik ga je vragen, zou je die niet aanvaarden of niet? Jerry. Kijk, je vraagt door Jan zo open, zo, niet bewegen. Kijk, mijn leven is veranderd. Door één techniek te doen. Kijk goed. Niet bewegen. What the fuck? Niet bewegen, kijk goed. Je kunt daar rondgaan. Je kunt daar helemaal doorgaan. Maar kijk, het schoon is, als je een ring zo naar boven laat, niet bewegen. Echt waar. Dan laten we erover vallen. En that's magic. Alsjeblieft. Dat is de nieuwe auto, mensen. Jee, die een zit achter het stuur. Even iets aan het proberen. De sleutel gerokt er niet meer uit. Oké. Okay. Van voor ook wel een beetje veel reclame. Dat vonden ze nodig, blijkbaar. Maar zwet. Schoon auto ook, hè. Oké, okay, we zijn thuis aangekomen. Timmy Turner is er ook nog. Ja. Maar ik ga ook ineens afsluiten. Want ja, we gaan nog een spelletje spelen, denk ik. Mijn durven of doen spelletje. Maar als je het een leuke vlog vond, zeker een blauw duimpje omhoog geven. Niet vergeten te abonneren. En dan zie ik jullie morgen in een nieuwe vlog. En wat hebben we vandaag geleerd? Gina. Zak. Frank. Nee, jongen. Mijn vlogs eindigen altijd met Gina Zak. Excuseer. Gina Frank. Alsjeblieft. Gina Zak. Gina Zak. Ah, Gina Zak. Slaap wel. Gina Frank is al twee.